Meneer Naftaliel, u bent directeur van CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël, gevestigd in Den Haag, maar u woont zelf in Amstelveen. Ik wil u graag confronteren met een uitspraak van de heer Bolkestein. Ik heb begrepen dat hij toch niet helemaal nieuw is, maar hij is recent toch weer in de media beland. Ik ga maar eventjes even citeren. Hij zegt eigenlijk: vanwege het antisemitisme onder Marokkaanse jongeren kunnen bewuste Joden beter immigreren. Met bewuste bedoelt hij dan orthodoxe Joden. Wat vindt u van zo'n uitspraak? Hij is al langer bezorgd over de situatie van Joden in Nederland en in Europa. Ik zie het als een waarschuwing. Een soort steen in de vijver die hij heeft willen gooien. En eigenlijk een soort noodkreet van doe iets. Zijn oplossing, emigreren, dat is een oplossing die we afwijzen. We zijn hier Nederlandse burgers en wij geloven in een rechtsstaat en in de democratie. En daar willen we onze schouders onder zetten. En met z'n allen, hand in hand, proberen op te komen voor een tolerante samenleving. Ik denk dat het een uitspraak is waar Kamerleden en politiemensen en juristen over achter hun oor moeten krabben en moeten denken van hey, misschien raakt hij toch wel een gevoelige snaar in de samenleving. Misschien moeten we wat doen. Misschien moeten we een harder lik-op-stuk beleid volgen. Misschien moet de overheid af en toe eens krachtig stelling nemen tegen antisemitisme en het niet bagatelliseren. Of tegen andere vormen van discriminatie. Want het gaat niet alleen maar om Joden, het gaat ook om homo's die worden weggepest uit de binnenstad van Amsterdam en andere plaatsen. Ja, in Amstelveen komt het ook voor, het antisemitisme. Er wonen in Amstelveen relatief veel Joden, grote Joodse gemeenschap. Ik denk de tweede van Nederland. En dan heb je dus ook dat er incidenten zijn, ook op scholen. En ik denk dat daar een speerpunt zou moeten zijn van burgemeester en wethouders om meer onderwijs te geven in tolerantiebevordering, respect voor allerlei groepen minderheden. En een lik op stuk beleid, want je hoort ook dat mensen in hun buurt soms worden gepest. En dan moet de politie onmiddellijk ingrijpen, de daders in de kraag vatten. En die moet ook snel worden voorgeleid. Want er is niks onbevredigender dan dat je wordt beledigd, gekwetst en er gebeurt niks.